Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag en deze morgen moet ik eerst naar de diëtiste. Zakkies! Vanochtend ben ik naar de diëtiste geweest, naar de Colruyt om boodschappen. Heb ik een video gefilmd, geëdit en een blogbericht ingepland. Nu heb ik gegeten en een slaatje gemaakt voor vanavond. En ik ga ondertussen mijn camera even opladen terwijl ik een beetje de Sims speel. Tijd om even mijn haar te fonctioneren en dan ga ik richting Ieper of vandaag en ja, eigenlijk gewoon heel het weekend is de gevleugelde stad, dus dat wordt super tof. Ik neem ook mijn camera's mee, deze en mijn Canon, dus dat wordt leuk. Ondertussen heb ik met Sims gespeeld. Ik heb een tiny house waarin ik woon en ik heb een dierenkliniek gekocht, maar omdat ik echt geen geld had, is zo'n dierenkliniek met ja, alle dingen van de dierenkliniek gewoon buiten, zonder muren. En nu had ik net geld voor muren en ik heb zo twee muren gewoon en dus nog niet eens een omringd gebouw. En zo in het echte leven zou er dan niemand naar je dierenkliniek komen, maar... Het is iets na 7, de gevleugelde stad was super interessant, maar er waren iets te weinig leuke acts om te blijven en het was ook redelijk koud. Dus normaal blijf je ook echt zo omdat je zo'n summer feeling hebt, maar dat was er vandaag totaal niet. Het heeft zelf op een momentje gesneeuwd. En de laatste act die we gezien hebben, die ik hiervoor ook heb gefilmd, was de mooiste act. Morgen is het ook straattheaterfestival, maar normaal ga ik niet gaan, want ik moet werken 's middags. Kijk, mijn super fancy dierenkliniek. Ik heb echt gewoon nog tot 9:45 de Sims gespeeld. Ik ben verslaafd. Dat is al lang geleden dat ik het nog had gespeeld. Voor gisteren. Maar nu wil ik er gewoon heel veel zin terug in. Het is nu iets na 11. Kwart na 11 om precies te zijn. En ik ga slapen, want ik ben moe. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!